Dat je hebt een nieuwe slaapplek gevonden. Laat rusten, Lea. Mama is lekker werken. Hi, ook van mij welkom. Althans, volgens mij heeft Maarten de vlog al geopend. Ik heb natuurlijk weer een lijstje gemaakt van dingen die we nog nodig hebben. En ik denk dat ik zo meteen even heel doelgericht naar de woonboulevard ga. Het voelt een beetje dubbel. Dat is voor iedereen, denk ik nu. Maar ja, sanitizer mee en in en uit. We gaan het zien. Maarten is met de kids. Ik heb vanochtend eventjes geëdit. Ik ben blij met het kamertje wat ik gisteren zover heb afgemaakt als ik kon. Het is echt herfstweer. Zo. Nou, Nancy is er vandoor en even shoppen. In hoeverre dat dan ook kan. Even wat de nodige dingetjes halen. En ik ga nu even met de kids wat babyspullen halen. Een box, een badje en een maxi cozy. Die we krijgen van een goede vriendin van ons. Superleuk. We hebben de spullen gehaald. Regent, het is vies. Ik heb ze even in de garage gezet. Even snel laten zien. Nancy is er nog niet. Hier hebben we de box. Moet natuurlijk nog helemaal in elkaar zetten. Zie je nog helemaal niks aan. Maxi cozy. Superleuk. Leuke kleur ook trouwens. Kijken wat Nancy allemaal wil. En een badje. Super. Echt super fijn. Dus die kunnen van de lijst af. Dus Nens, het eerste wat ik nu ga doen is jouw lijst eventjes strepen wat er al vanaf is. Er is niks mooier als even doorstrepen, tjak tjak tjak. Lijstje zo klein, kort mogelijk houden. Dus niet meer als 10 items op het lijstje. Meer als 10, dat is niet fijn. Dus ik ga even strepen. Smakelijk jongens. Hallo, smakelijk. Smakelijk. Mmm. Lekker? Ja? Alsjeblieft. Waarom heb ik zoveel haar? Nou, ik heb geteld hoeveel hagelslag jij erop hebt liggen. Jullie hebben allebei evenveel hagelslagvlokjes erop liggen. Niet. Ja, ik heb ze geteld. Jij hebt 439. Jij hebt ook 439 vlokjes. Smakelijk. Love you. Als het op eten aankomt met die twee. Dat is totaal Nancy. Nou, over 5 minuten. Papa, ik heb honger. Maak nog wat. Dus daar gaan we al. Ronde 3. De grootste boterham met hagelslag, papa. Alsjeblieft. En Lea, ik wil hetzelfde als Nick. Het is wel leuk, in deze tijd ontdek je een beetje als vaders in huis hoe het huishouden van Jan Steen zo door de dag eigenlijk eraan toe gaat. Dus ja Nancy, ik begrijp je. Slagvlokken hebben. Dat zijn we een probleem hier. Hello guys, I'm back in the house. Even snel een korte soblok. Deze was in de Ami, is beddengoed. Gewoon wit met zo'n, zie, structuurtje. Voor €32. We hebben een heel goed bed, dekbed. Bij Jisk. Ik ken die winkel niet. Ja, Jisk. Dan, het gaat een beetje door elkaar, want we willen nu gaan wandelen even. Casa. Oh my goodness. Volgens mij was het eerste of tweede keer dat ik bij Casa was, of derde misschien. Maar heb ik zo'n touwtje voor, weet ik veel. Kaartjes of wat dan ook. Deze ook bij Casa. Het touwtje is trouwens €1,95. Dan heb ik 3 van die bakjes voor in de badkamer voor de spulletjes van de baby's in te doen. En ik heb er al 2 voor de kids. Maar we krijgen natuurlijk nog een derde kind. Dus ik moest 3 dezelfde bakjes hebben. Die is €5,95. Hebben we 3 van? Heb je pijn gedaan, schat? Ja.
Ah, je stoot er. Gaat het? Nee. Nog een kusje? Nee. Een kusje. Nee. Dus ja, daar hebben we dan 3 van. Die heb ik ook van de Casa. Weet ik niet hoeveel die... 2 kaartjes. 2, zo. Dan heb ik bij de... Ja, weet je, Quantum en Leen Bakker, dat kan ik nooit uit elkaar halen. Die was 4 euro volgens mij. Heb ik 2 vliestekentjes, 2 kleine vliestekentjes meegenomen. En, dat is ook Quantum of Leen Bakker. Voor bij Ukkie op de slaapkamer. Tegen die groene muur. Superleuk. En die was 23 euro volgens mij. Je moet eens bedenken, die kamer met groen voor Ukkie en zo. Daar is ook ons bed aan de andere kant. En heb ik dus een witte beddengoed. En dan heb ik zo'n lekkere zachte deken gekocht voor de overheen, zo'n sprei. En dan heb ik van mijn schoonouders 3 hele mooie kussens gekregen. Want ik zeg, ja, ik doe gewoon bij de Quantum, Leen Bakker, zeg maar gewoon voor 8 euro een kussentje. Ja, maar kijk nou eens even bij de Knibbeler, daar hebben ze wat specialere kussens. Ja, hoeft niet. Maar, toch gedaan. Dus deze heb ik van mijn schoonouders gekregen. Kijk. Mijn lieve schoonouders heb jij. Ja, cool hè? Wauw. Tadaa. En dan denk ik dat ik die dus ook gecombineerd met dat sprei ja, op het bed ga leggen. Maar het kan ook zo zijn dat ik ze hier in de woonkamer gebruik. Ja, we gaan zo wandelen, lieverd. Daarnaast heb ik heel veel foto's even snel gemaakt. Zodat ik met Maarten even kan kijken daarnaar. En ja, dat we een van ons of zo dat heel gericht een keer kan ophalen in een van die winkels. Zoals een tafeltje voor hier, een kleedje voor boven. Een stoel waar vanuit ik van een stoel vanuit waar ik kan niet vloggen voeden. Dus ja. En nu gaan we eventjes wandelen of niet, Maarten. 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 Motje. Gaan we wandelen? Ik ben een wachtopje, ja. Je hebt net iets gedaan. Ik gooi deze even in de was. Die wasmachine. Hey, die kwam allemaal bloemen brengen en planten naar echt? Mensen thuis. Dat klinkt goed. Buiten planten. Ja, afhalen. En dan weer. Wat ga je doen, Lea? Oh, ga je het even laten zien? We mogen Lea nog leren? Terwijl we wachten op de plusbus die ook spullen brengt om überhaupt te kunnen koken vandaag, ben ik hier in Nikki's kamer al begonnen. Hier stonden allemaal al dozen op de grond. Die heb ik al weggewerkt. Hier is nog speelgoed wat in de kast geordend moet worden, dus dat ga ik nu maar even doen. Plusbusmonster. Ik wil even zien wat ik besteld heb voor 71 euro. Mijn assistent is even hallo, als netjes aan hallo, uw boodschappen zijn er mevrouw. Dat is de bon. Oké, let's have a look. Tomaten, appels, sinaasappels, bananas, rucola melange, broccoli, bloemkool. Leuk dat ik dit ook benoem voor jullie, zodat jullie weten welke groente dit is. Hè? Ja. Wortels, avocados, paprika, peentjes en erwtjes. Broccoli voor diepvries. Rode kool. En hebben we hier, dat wilden de kinderen heel graag. Dat hebben we al lang niet meer gehad. Biologische yoghurt, havermelk,
appelsientje. Sinaasappelsap is dat. Salam. Dan hebben we hondenvinken. Soepballetjes. En kipkrokantschnitzel. Allemaal bio. Dat was in de aanbieding. Dan hebben we deze soort van spa citroen, maar dan sorsi. Dit is voor smoothies te maken. Blauwe bessen en aardbeien diepvries. Dan hebben we hier, je weet wel, stroopwafels. Dan hebben we koekjes met chocola, melk en chocola, maiswafels, kezen. Oh, hier zijn nog peren. En speldbrood. Heerlijk. Mama, wat zijn maiswafels met chocola? Nee, dit zijn maiswafels en dit is chocola. Maar dat kunnen we ook nog eens doen, hè? Maiswafels met chocola. Witte chocolade. Bestaat dat ook? Ja. Okay. Maiswafel met witte chocolade. Oké. Okay. Nou, that's it. Dat kost dan €71, alstublieft. Ik vind dat wel veel. Maar dat kan aan mij liggen. Is je lekker aan het lezen, schat? Twee was je niet aan het lezen? Nee, drie toch. Oké. Nee, vier toch. Is je neusje weer dicht, schat? Deze niet, en deze niet, en deze niet, en deze niet. Oké. Okay. Die andere wel allemaal. Ja. Deze en deze zijn de laatste die ik nog moet leeghalen. Maar ik moet nu eerst even gaan koken. En Nicky is met zijn acht. Ja, Toys R Us 4 Lego, hè? Dat je van je verjaardag gekregen voordat we naar Afrika gingen. Nou, dit is zo ongeveer opgeruimd. Alle speelgoed is geordend over deze dozen. We hebben de automaat even van beneden naar hier gebracht. Die Superman, ik wil je die een keer tegen de muur hangen. Vind je dat leuk? Oké. Zo, we staan samen in de koken en we gaan... We staan samen in de koken. Hey, we staan samen in de keuken. Komt niet vaak voor. Want mijn kookkunsten gaan Nancy's pet te boven. Gelukkig. En wat zijn we maken? We zijn een heerlijke schotel van bloemkool. Ik heb alles van gelijk. Ik zou het al, ik zie de mensen. Bloemkool. Aardappelen, die zijn uitgeschild. Door een linkshandige met een rechtshandige aardappelschildmes. En Nancy is het gehakt. Aan het voorbereiden en aan het paneren en je weet wel. Dus kijk met ons mee. Zo gezellig. Ook zo romantisch om samen te koken. Ik ga even een pannetje halen. Wat moet je doen als alle pannetjes in de afwasmachine staan? Kun je twee dingen doen. Je kan het beide aardappelen erbij gooien, bloemkool. Ja, zou ik doen. Maar... Ik kies daar, ik denk toch vandaag voor een pannetje af te lossen. Ja? Wil je toestemming of wat wil je? Goedkeuring. Ik ben moe, jongens. Ik voel mijn onderrug. Waarom praat je altijd tegen jongens? Dames, ze is gewoon hartstikke moe. Dit is bijna klaar. Papa is de papier aan het ordenen en heeft goede hulp van zijn assistent. Eens even kijken wat het meisje aan het doen is. Ja? Mocht het Lea toen was dit kapot. Oh, maar dat kunnen we weer maken, schat. Kom eens hier. Geef eens aan mama. Ja, dank je. Doei! 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 Doei!